Oh, ja, ja, ja. Dus je begrijpt, ik schrok mijn hoedje of nee, dat was ik maar geschrokken. Dat was gebeurd dus. En ik was nog erg groen. Ik had nog nooit een naakte man gezien. En dat heb ik allemaal moeten verwerken als jong ding. Dus u begrijpt, ik schrok, ik dacht, ik zag, ik dacht dat... Oh ja, dat was in hoofdstuk 6. Dat bleek achteraf een oneerbaar voorstel. Moet je toch eens indenken. Nee, dat bleek later pas. Het was namelijk helemaal geen tuinman, het was een insluiper. Toen bleek dat die man eigenlijk door zijn moeilijke jeugd op het slechte pad was geraakt. Maar aan het einde van het boek komt toch alles goed. Ze trouwen nota bene met elkaar. Prachtig boek, hè? Maar ik heb toch ook het een en ander meegemaakt, vindt u niet? Ja, 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 dat is waar. Hoewel, ik bedoel, ja, een mens maakt wat mee, hè. Ik weet nog goed, ik was bij de padvinderij en toen zag ik een prima kans om mijn, hoe heet het ook alweer, dagelijkse goede daad te verrichten. Toen, Ja, prima. Goed, prima. Proficiat. Nu ben je klaar met het verhaal. Het is dezelfde instelling van die camera. He? Of, dus je hebt je verhaal verteld, ja. Als het ware. Ja. En ik kon het bevallen. Waar gaan we nu verder? Wat zijn deze app? Staat er nog wat? Ik ben nog wat denk ik begonnen. Nee. Ja. Die dames. Ja. Moeten we dat eerst repeteren? Nee, dat gaat. Wim, je moet op een gegeven moment, als je gaat plassen, Wim, als je gaat plassen, dan moet je ervoor zorgen dat je even hier op een van die kamers bent, want dan moet Paul een groot totaal maken waarin hij wegloopt via die portier. Oké. Zo gaat het ook. Nou, nou kom ik maken, dan is het verschrikken als ik een baas. Stilte. Die ogen staat. Ik kan daar even niet staan. Vind ik mij. Oh, er komt ze aan. Eén moment even. Nee, 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 je mag daar niet meer gaan zitten. Nee, u moet eruit, mevrouw. Want u bent weggegaan uit het restaurant. Laat u maar daar staan, weet u. Attentie. Dat model. Stilte. Zit ik hier nou met drie kuilse potten een beetje herinneringen op te halen? Ja, dat heb je nou van zo'n advertentie. Een goede vrouw moet je tegen het lijf lopen. Zo, Bibames, denk nog wat van mij, dan ga ik even plassen. Oh, dat Bibames moet echt heel hard en dan meteen een totaal hebben. Dus dat kunnen we nu maken, ja. Vanaf Bibames. Hè? En dan jullie met de reacties en weet ik veel wat. Ja, 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 ja. Oh ja, ook heel hard. Ja. Zo, Bibames. Drink nog wat voor mij, dan ga ik even plassen. Ja. Ga ik even plassen. Ah, zit ik hier. Til. Til. Bah. Bah. Zit ik hier met een stel keulse potten. Sorry, mag je nog een keer? Ja. Bah. Zit ik hier met drie keulse potten een beetje herinneringen op te halen. Nee, dan moet je echt de keulse potten laten zien hoor. Dat is echt... Wat heb je nou van zo'n advertentie? Op het woord keulse potten moet je naar. Dat heb je nou van zo'n advertentie. Keulse potten in de zaal. Keulse potten. Dat zijn keulse potten. Keulse potten. Eén even graag voor. Bah! Zit ik hier nou met drie keulse potten een beetje herinneringen op te halen? Dat hebben we al! Het shot van één hebben we al! Eén hand gewoon in totaal. En dan is toch geen probleem? Bah! Zit ik hier met drie keulse potten een beetje herinneringen op te halen? Ja, jongens, sorry hoor. Nog een keer.
herinneringen op te halen. Dat heb je nou voor zo'n advertentie. Daar gaat hij naar. Oké, daar gaat hij mee, jongens. Dat heb je nou voor zo'n advertentie. Bah, zit ik hier met drie keulse potten een beetje herinneringen op te halen. Ja, dat heb je nou voor zo'n advertentie. Een goede vrouw moet je tegen het lijf oplopen. Goeie vrouw moet je tegen. Goeie vrouw moet je tegen. Ja, dan moet het op één komen. Hè? Nou, zo. Dat zou wel leuk zijn. Wat ben je nou? Wat heb je nou? Wat doen we nou? Zo'n advertentie. Dat heb je nou zo'n advertentie. Attentie. Ja, kwartier heen en weer lopen. Attentie, stilte. Zit ik hier met drie keulse potten een beetje herinneringen op te halen. Ja, dat heb je nou voor zo'n advertentie. Een goede vrouw moet je tegen het lijf lopen. Zo, piebames, drink nog wat van mij, dan ga ik even plassen. Oh, sorry, excuseer me, ik bedoel urineren. Oh, oh. Mag ik de jonge dame zien? Rosa. 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 Juffrouw, hier is het toilet.
stilte in de studio. Uiterste concentratie. Jongens, waar ik eigenlijk met zoen op staan voor die soep? Voor wie? Wat? Moet je dat zakdoekje zien? Je ziet dat zakdoekje. Dat zie je. Ja, ik weet er niet wanneer die kamer achter me staat. Ik zie die kamer helemaal niet. Help, help. Omdat het bordsoep uit zou moeten lopen. Nee, maar dat moet jij dus regelen. Hè? Dat moet helemaal van jou uitgaan. Ja, en ik zou dus ook... Nou, alsof je met die soep daar naartoe gaat. Ja, hè? Ja, ja. Dus je moet zo regelen dat als hij daar naartoe komt zonder het zakdoekje, dat je hier en dan moet je nog een beetje thuis of weet ik veel wat. Maar in ieder geval zorgen dat als hij zo opricht. Je moet dus van haar maken zo, hè? Dat je absoluut niks missen kunt van die soep. Weet je wat ik bedoel? Niet zo kloos. Oh, dat is niet zo. Gewoon dat je echt blijf nou maar even zitten. Want je weet, we weten niet waar het gaat. Ja, kijk er namelijk naar. Oké, okay, kunnen we? Je handpakt zit ook. Ja, dat weet ik wel. Ik heb een meer. Dan kunnen we nog terugnemen. Ja. Nee, dat wordt op. Dit is opname, sorry, stop maar even. Wim, die wist niet dat het dan. Je hebt de aanpak loopt al aan. Het loopt al een kwartier. En waar is Barend? Ja, die is toch naar de wc? Die is daar toch niet bij? Die zal zijn urineren en plassen. Waar is de. Mevrouw? Ja, joh. Komt u even. Geeft u mevrouw een teken? Wacht even. Gelijktijdig loop. Attentie. Kolkvet is mijn naam. Otto Kolkvet van de gelijknamige wasserij. Nou ja, zoiets kan gebeuren, nietwaar? Ja. Dat is wel vies. Nou ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, dames, geen paniek. Gelukkig ben ik Otto Kolkvet. En ik bied desbetreffende dame tegen een enorme reductie, geheel gratis, in mijn wasserij te laten stomen. Nou? Daar kan ik geen ding hoe vindt u op dat? Zeggen. Daar kan ik geen ding op zeggen. Dat zou ik ook zo zeggen. Zo. Nou, het ziet eruit, zeg. Vies, hè? Nou, ja. Zeg. Ja, maar. Moet een tekst tussen van de dames, hoor, jongens. Ja, ik bedoel, ik sta voor. Ik ben doorgegaan. Prima. Ik ben ook niet. Otto, die komt hier bij me zitten, dan krijg je. Nee, maar ik heb help. Nee. Help. Daarna komt onmiddellijk. Oh, help, wat gebeurt er? Kan de as niet. Ach, verdomme. Ja, op de achtergrond. Kolkvet is erna. Otto Kolkvet van de gelijknamige wasserij. Ja, dat kan gebeuren. Ach, kijk nu toch eens. Vreselijk. Ik heb kalmte. Dat is Mia en Koba. Ja, nou, heb je dat wel gezien. Ja, meisjes. Ik heb eerder Laten we even blijven zitten. Stilte. Wacht even. Ampex loopt nog door. Niet veranderen, blijven staan. Laten we een tussenshot nemen van Otto, van Harry. En die roept, wat is dat nou weer, maffe kelner? Dus de situatie is gewoon dat het soepbord net gevallen is. Ja, precies. Wacht even. Ik nog van mijn oude rug. Ja, wacht even, alles moet even teruggebracht worden in zijn oude oorspronkelijke staat. Ja, kom maar. Ja, stilte. Wacht even, ik ga even iets links. Jij bent precies de reactie, hè? Ja.
En denk je eraan, Nia, denk je eraan dat je dus eindigt met wat vreselijk aardig van u? Ten slotte kan u het ook niet helpen. Want dan beginnen jullie dus een beetje verliefd op elkaar te worden. Zeg maar Otto. Begrijp je? Zeg maar Otto. Moeten die kaarten daarna op de tafel in? Ja, die kaarten op tafel. Ja, precies de situatie die zo was. Nou, zeg het maar even hoor. Help. Jullie waren toch gaan staan door de reactie? Ja, ik stond en heb ik ook gezegd, oh kijk nou toch eens, daar heb ik echt... Nee, daar gaat het niet om, maar stonden jullie net? Nee, wij zaten. Ja, maar ik stond van schrik. Ja, jij stond, maar wij niet. Ja, stelte. Ja, wij zitten ook onder de blubbers weer. Stelte. Dan gaan we nog ineens. Stop, mijn maffe kelder! Zie je niet dat ik bezig ben? Dan heb ik het toch in mijn rug ook. Oh, kijk nu toch eens. Ja. Oh, help! Verhaal het dan! Maar nog een toe. Opnieuw, Wim, dat moet echt op een totaal. Daar hoeven we het niet over te hebben. Ik zie op mensen. Dat was wel een shot. Daar staan hier drie camera's die een totaal kunnen maken. Moet invallen, hoor. Kunnen nee, daar staat... Ja. Wie is Otto Kolk met een bel? Ja, als dan maak jij even een totaal. Nou, dat heb ik al gedaan. Ja, en daar zeg ik... Ja, dat moest ik nog zeggen. Oh ja, nee, dan draaien we het om. Vier maken Otto Kolk. Ja, maar dat is al gebeurd. En daar gaat het totaal. Ja, Otto, die maakt nog twee. Maar dat heb ze niet gehoord. Ja, waar beginnen we mee? We beginnen dat het net gevallen is. Dus, hè? Dus ik begin te schreeuwen. Dus ik schreeuwen. Wil nog de bubbel van jullie. Oh, wat vreselijk. Ja, dat is hier al ja. Nee, we hebben het al. Verdamme, maffe kelder nog wat toe. Zie je dan niet dat ik bezig ben? Met mijn rug. Verdamme nog wat toe. Kolkvet, Otto, Kolkvet is mijn naam. Ja, het is... Wim, daar ben ik het echt pertinent mee, want je moet dit shot nemen op drie. Gewoon dit totaal. En het is echt geen punt. Nee, dit is veel mooier. Dit heb ik afgeveegd, dus ik kijk nog op mijn rug. Ja, dat kan ik erbij. Maar je hebt een shot van Otto. En dan begin jij al een beetje van... Nou, toch wel een aardige man. Die man kan er ook niks aan doen, begrijp je? Ja. Nee. Stel je voor. Luister eens. Jullie zullen toch de medium shot moeten nemen van hem. Ja, ja, ja. Anders kun je nooit meer snijden. Dat wordt ook gemaakt. Nee, maar dat daarna past. Kijk eens. Attentie. Ik heb een natte broek ook. Medium. Ja, ik ga dat moeten halen. Een medium van Otto Kolkvet. Daar beginnen we mee en direct daarna een totaal. Anders kun je het nooit meer snijden. Attentie. Wie maakt er even een medium van Otto? Camera 2 even. Het is toch net al verteeld, maar net weer stilte. Nou word ik helemaal... Maar vertel er nou nog aan toe! Zie je dan niet dat ik bezig ben? Veiligheid! Oh, verdomme, heb ik het toch in mijn rug ook? Nou, kijk eens. Otto, pardon. Otto Kolkvet is mijn naam. Van de gelijknamige wasserij. Nou ja, dit kan gebeuren, nietwaar? Ja, dat kan wel. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, gelukkig. Ja. Ja, nog een keer. Jongens, spreken jullie die camera's nou ontzettend goed af, want het is niet bekend hier bij die cameramensen. Goed zo, hè? Dus het is gewoon dan niet te doen. Ik sta nu aan een camera te rukken om nog een shot te maken. Waar slaat dat dan op? We moeten met z'n drieën, als ik dat gedaan heb, moeten hun met z'n drieën. En dan moet ik weer op reageren van, dames, gelukkig. Ja, dat moet je ook doen. Ik heb hun een aantal elementaire zaken gezegd. Er kan niks misgaan. En daar komt Otto op in, dit. Omdat camera 2 zorgt voor een toestel. Luister even, Otto Kolkvet zegt. En Otto. Wat is dat nou weer? Maffe kelder, zie je niet dat ik het wel heb gedaan, is mijn rug. Help. Ria. Ria, oh help, wat gebeurt er? Koba, kalmte over. Otto, ach verdomme, pardon, ja. Kolkvet is de naam. Otto Kolkvet van de gelijknamige was, ja dat kan gebeuren. Ria, ach. Mia, kijk nu toch eens. Koba, vreselijk.
Otto, dames. Maar het komt ook omdat de dames zich niet in de tekst houden. Maar ga niet zitten, hoor. Nee. Dames, en dan pak ik de stoel, al praten. Speel maar door. Speel maar door, Otto. Gewoon, dan moet je alleen niet wat gaan brommen, maar dan ga je gewoon maar zitten en dan sla je de hele zaak over, ja? Oké, ja, stoppen, hoor. Niet in de studio. Weer hetzelfde shot. Even de overweg. Even de overheid weer, zo. Boven klaar. Over zit op de grond. Attentie. Nee, de ober moet. Staan. Die staat net op. Attentie. Even zitten en opstaan op het moment dat hij begint te spreken. Attentie. Maar verkel er nog aan toe! Oh. Zie je dan niet dat ik bezig ben? Help! Help! Oh. Nog aan toe! Heb ik het nog in mijn rug ook? Ja. Oh, kijk dan, Torres. Godverdomme. Pardon. Mijn naam is Kolkvet. Otto Kolkvet van de gelijknamige wasserij. Nou ja, dat kan gebeuren, nietwaar? Dames, geen nood. Gelukkig ben ik Otto Kolkvet van de wasserij. En ik bied deze dame tegen een enorme reductie, geheel gratis, de jurk in mijn zaak te laten wassen. Nou, ja, daar kan en? Ik geen nee op zeggen. Nou, dat zou ik ook zeggen. Oh. Nou, ja. Oh. Pardon. Zo. Ja, het is heel vervelend voor u, hè? Ja, dat wel. Ja. Maar ja, u kon er toch beslag van zaken ook niks aan doen. Is vreselijk vriendelijk van u. Zeg maar Otto, hoor. Ja. Ja. Ja, heerlijk, hè? Ja, ik kan het ook niet helpen. Nou ja, we zullen wel zien hoe het allemaal afloopt. Ja, stop. Ja, goed. Hij ligt ook op zijn stoel. Ja, ja, Otto. Ik ging. Goed. Otto, Harry. Maar ik ging maar op mijn eigen stoel zitten, anders had je ook een andere kont. Ja, ja. Hij zit wel daar lekker lang. Daar gaan we mee door. Oh ja, pak ik. Ik nou op die stoel zit, dan best. Oh, die kip die zelf voorbij. Ja, kip. Ja, ik kon hem toch slecht op die stoel laten. Stilte. Hij komt dus en daarna kun je spreken. Het lijkt hier wel. Het lijkt lekker land. Ja, ik moet wel weten wie dat zo droog zegt. Oké, nog een keer. Maar hij was wel gezien. Hij was wel gezien. Ja, zo'n vriendenvang. Oh, dat is de tip. Attentie. Ik zal het nog een keer zeggen. Ria zegt het lijkt. Mia, deze Mia, dus die moet je in close hebben. Mia in close-up, dus niet met z'n tweeën. Jongens, Dirk-Jan, die moet in close-up. En dan zegt Koba, lui lekker land. Ja. Attentie, stilte. Stilte. Daar komt hij hoor. Kan die? Het lijkt hier wel lekker land. Oh, inderdaad. Het lijkt hier wel. Nog een keer. Je zei hier. Hier wel. En dan kijk je maar terug naar haar. Oh, goed zo. Ja, maar anders sta je helemaal met je kop naar de andere kant. Het lijkt wel lekker land. Oké. Attentie, stilte. Ja, tuurlijk. Komt ie weer hoor. Nee, niks Wim. Komt ie? Ja. Ja. Ja, maar dat is de volgorde niet goed. Kan die? Het lijkt hier wel. Lekker land. Maar geluk dat ik een wasserij heb, anders zou je toch mooi in de soep vallen. Het ziet er enorm slecht uit, hè? Nou, een beetje afwegen, zo. Uitstekend. Ja, goed. Klaar. Ja, oké, opkomst van eind. Let op. Laten we doorlopen. Oké, okay, Alex door laten lopen. Of één op het totaal van dienst. Ja, blijf in de weg. Stel ze. Iedereen in de paniek houden. Paniek? Ja, dat zie ik aan. Waarom? Hij moet toch zien. Wacht even, ik moet nog even wat uitleggen. Ik moet nog even uitleggen, want anders dan denk ik nog steeds. Jullie hebben nu de oorspronkelijke dingen. Ja. Het gaat er nu om het verliefd worden van Koba en Gerrit. Wim? En dat gebeurt om twee, die Gerrit en zo. Dat weet je toch allemaal nog? Ja, dat is prima van bedrijf.
En wacht wel even. Nummer 3 maakt het totaal van de hele tafel. En 4, die gaat Koba. Oh nee, wacht even, andersom. De hij maakt het, 4 maakt het hele totaal. En Job die maakte de close van de verliefde Koba. Maar na de hand maakt hij een toeshot als ze bij elkaar gaan. Hetzelfde systeem als de vorige keer. Ja? En op 1 heb je een ei. Goedenavond. Ei, kom je terecht. Heb ik net voor gedaan. Moet ik nog even zeggen? Ja, dat kun je. Doe maar, op 2. Ja, oké. Dat hebben we net. Nou, dat kan 4 dan even maken. Oké. Okay. Ik kan er ook close op Gerrit beginnen. Nee, laat maar zo. Nee, Wout, doe maar dan. Kom je daar nog bij? Oh ja, andersom. Tweede toerpunt van Gerrit. En 4. Wacht even, hoe wilde je het dan? We hebben het daarnet gerepeteerd dat ik een two-shot had. Dat Gerrit naar beneden zou lopen en ik zou meepennen tot een heel groot totaal. Ja. Zo is het goed, Wim. Echt. Oké. Okay. Attentie. Is maar gelukt dat ik een wasserij heb. Want je ziet ook respectelijk uit. Al die stomme. Waar ken ik die man van? Die komt me bekend voor. Hoewel, misschien vergis ik me. Maar nu ja, waarom ook niet? Zeg, Hollestraat, doen we nog zaken? Of gaan we een beetje hier zitten flikvlooien en een vreemde dames lastigvallen? Nou, met jou doe ik geen zaken meer, Gerrit. Enige vent die Gerrit, hè, of hoe die heten mag. Zo'n leuke karakteristieke kop. Oh ja? En zo vlot en zo adrem. Vind je dat? Ja, enig gewoon. Nou, Gerrit! Kom erbij zitten, werk aan de winkel. Dat wordt gezellig. Een rondje van de zaak, ik bedoel deze tafel. Robert! Vlotte vent is het ook, hè. Gelijk bier op tafel, ja. Schuif een beetje in, ja. Kom, laat me een beetje zo, ja. Zo is het echt gezellig, hè. Ja, het is een vuiligheid, maar goed, dat zit er allemaal zo. Hè? Zeg nooit dat je niet meer boos meer, hè? Nee, zie je wel. Geweldig hoor, nou. Laat de handpeks maar lopen nou, hè. Lang leven de handpeks meer. Kom maar even, jongen. Ja, nou, jongen. Eén keer. Eén keer. Ja, is goed, jongen. Dat is goed. Doe maar kalm, man. Eén keer. Opkom. Ja, we moeten lachen. Jij lacht, ja. En jullie lachen. Jij lacht daar aan het begin veel te veel. Gewoon. Doe ik, wij versieren, klaar. Ik denk alleen nog niet meer dan dat is al stoppen. Nog één keer. Ja, ik moet hier maar. We moeten nog zoveel. En nog zo wat? Ja, oh, wacht maar even. Pam. Ze waren nog niet klaar. Zitten jullie alweer in de houding? Kunnen we? Ja. Ja, die soep, hè. Het is maar gelukt dat ik een wasserij heb. Want waar ken ik die man van? Hij komt me bekend voor. Hoewel, misschien vergis ik me. Maar nu ja, waarom ook niet? Zeg, kom eens klaar. Doen we nog zaken? Of we gaan hier een beetje flikvlooien en vreemde dames laten vallen? Met jou doe ik geen zaken meer, Gerrit. Juist. Wat een enige vent, hè, die Gerrit. Of hoe die eten mag. Hè? Zo'n leuke karakteristieke kop. Oh ja? Kop. Vind je? Hé, hey, Gerrit, kom erbij zitten, werk aan de winkel. Eén gewoon. Dat wordt gezellig, let maar op, dat kan heel gezellig. Ja, het is een vlot. Rondje voor de zaak, ik bedoel deze tafel. Geweldig. Over. Ja, dat is ook zitten we gezellig. Een beetje inschuiven, dan kan die dus.